Nou, ik vind het gewoon heel belangrijk om dit te laten zien aan de volgende generaties. Aan mijn kinderen, aan de kinderen van Weesp. Hoe je met elkaar om kan gaan, hoe je met elkaar groenten kan verbouwen en met duurzaam voedsel bezig kan zijn. Te laten zien waar het eigenlijk vandaan komt. Sanne Smeet heeft een droom. Ze wil met 200 andere gezinnen een eigen boerderij beginnen in Weesp. Een zogeheten herenboerderij. Een herenboerderij is een boerderij voor een coöperatie. Dus van alleen van 200 gezinnen maximaal. Die samen duurzaam voedsel produceren met een boer die ze inhuren. Dus we hebben het over akkerbouw en dan hebben we het over groenten, fruitboomgaard, kippen, varkens en runderen. En op zaterdag kunnen alle eigenaren van de boerderij hun boodschappentas komen vullen. En dan zijn er allemaal bakken met de oogst, met allemaal zanderige groenten, doosjes met eieren, stukjes vlees in de vrieskist. En die kun je dan meenemen naar het aantal monden dat jij dan hebt afgenomen. Waarvoor je betaalt, contributie. Als herenboer eet je met de seizoenen mee van grond uit de buurt. Jouw boer werkt zo duurzaam mogelijk en biedt zowel planten als dieren een fijne plek. Dit is goed voor de bodem en dat zie je ook terug op het land. Alleen die zoektocht naar een goed stuk grond om te kopen of te pachten blijkt nog niet zo makkelijk in Weesp. Ja, we zitten dicht bij Amsterdam, dus die is hier ook heel schaars. Ja, we wonen wel tussen de weilanden, maar dat betekent niet dat er veel beschikbaar is, helaas. Want waar ben je naar op zoek? Nou, eigenlijk minimaal 20 hectare. En dat is best veel, dat realiseer ik me zeker. 1 hectare is 2 voetbalvelden, dus 20 hectare is natuurlijk hartstikke veel. We zoeken sowieso 10 hectare voor de akkerbouw en 10 hectare voor het rundvee. En daarnaast is Sanne op dit moment hard op zoek naar mensen die samen met haar boer of boerin willen worden. En ik hoop ook dat er zoveel mogelijk verschillende mensen een afspiegeling van Weesp kan komen. Dat er van allerlei soorten culturen en allerlei soorten generaties daar plezier aan gaan beleven aan de herenboerderij. Dat vind ik heel belangrijk.